Hallo, mijn naam is Reinhard Spronk van Rederij de Jordaan. Te Amsterdam. En ik vind dit een verdomd mooie motor. Schipper Schrouwen, wat heeft u voor motor? Een MWM. En welk type? Een RH134 SU. En wat is het vermogen? 330 pk bij 500 toeren. Hoeveel cilinders? 6. En als u dat zou mogen zeggen, wat is dan het bijzondere aan deze motor? Dat die direct omkeerbaar is met een authentiek omkeersysteem. Er zijn van Dutch en zowel MWM heel veel dezelfde types. Maar van dit omkeersysteem zijn wij, ja, Baten en SKL hebben het ook gemaakt, maar bijna de weinige nog. Een van de enige. Wij lichten de stoterstangen op. Dan verschuiven we de nokka's en dan zetten we de stoterstangen terug. En dat kan je dus allemaal zien? Ja, dat loopt bovenop de motor. Je hebt voorzijde aan de motor een soort omsturing staan. Die loopt door bovenop de slinders. En dan heb je een stang die gaat naar beneden. Waardoor er gelijktijdig dat er opgeholpen wordt, verschoven wordt. En op het moment dat de nokka's verschoven is, wordt die weer teruggeplaatst. Dat type nummer, waar staat dat voor? MWM is heel simpel, motoren werken in Mannheim. Dan RH, de R staat voor ruwe olie, de H staat voor hoge druk. De 1 is het serienummer, dat er van dit type de eerste in serie is. De 34, dat is de slaglengte van de zuiger. Dan de S, die staat voor zescilinder. En de U, die staat voor omkeerbaar. Zo, de rugzak staat open. Nou, het koelwater nog. Bij het boordwater, zeg maar. Totdat die pompjes voor op de motor gaan komen. Zo. Dan hebben we nou een droog karter op die motor. Dus alle olie zit nou in de rugzak gepompt. Die moet natuurlijk terugkomen. Anders gaat het niet helemaal goed. Wat is een rugzak? Dat is zeg maar een tank die ervoor zorgt dat die motor eigenlijk niet al zijn olie in zijn karter moet houden of mag houden. Want dat mag zelfs niet. Dat karter moet droog zijn. Ik heb aan de voorzijde twee oliepompen. Eén pompje haalt het van het karter van de rugzak zeg maar. En die pompt het door de krukka's, nokka's en dat ruipt terug naar beneden. En de andere pomp, die pompt het door de koeler en dan gaat die zo door de filterinstallatie terug in de rugzak. Dus rugzak, is dat een Vlaamse uitdrukking? En ja, dat is eigenlijk gewoon een olietank. Ja, waar eigenlijk het kart erin zit, die motor heeft ook geen pijlstok. Die kan je niet controleren. Dat is gewoon met een glaasje en gewoon een pijlglaasje, zeg maar. Dan draaien we nou de kraan even dicht dat de oliedruk kan komen, anders dan duurt dat pompen volgens te lang. En dan beginnen we eraan. Dat duurt op zich niet zo heel lang. En als je lang stil ligt, pompt die tank altijd vol. Als je nou alle dagen draait, is dat op zich niet nodig. Hoeveel slagen pomp je gemiddeld? Dat heb ik eigenlijk nooit echt geteld. Als je gewoon gaat varen en de olie staat in het kartel, dan kom je met een pompje of 30 wel toe. Maar zoals nou, ik ben wel voorstander, toch zeker omdat die nou even stil ligt. Valt het goed voor smeren. De verhouding komt ook ongeveer uit, want er staat voldoende olie in het karter voor ik druk heb. Nu voel je dat er al druk begint te komen. Ik heb het ongeveer wel eens geteld. Vanaf het moment dat er druk komt, is het een pompje of 8 tot 10 en dan is er olie tot op het achterste lager. Ja, voor die eerste lager begint dan aan het vlieswiel te tellen. Maar als het goed is, is er wel lang druk. Ja, die meter komt op. En straks voor het starten pompen we altijd nog eens even voor. Dus je linkerarm is een stuk gespierder dan je rechter. En daarom draai ik me soms wel eens om. En zo. Dan mogen we niet vergeten dat kraantje terug dicht te zetten. Anders ga ik het alleen maar halen en pompt hij het niet terug. En dat zijn dan van die oude kraantjes, die moeten ook wel perfect staan. En zo. Nu is de krukas gesmeerd, de nokkaas is gesmeerd, dan is het nu tijd voor de tornen en de klepjes te smeren. En zo, dan gaan we tornen. Dat is zeg maar de motor gewoon verklaren dat alle zuigers een keer in top geweest zijn, dat er zeker geen ongeregeldheden op de zuigers van. Dat is op zich een klein
klein plusje, dat hoeft niet altijd, maar zo snel dat je al aan je stoel staat, is het wel mooi. Ja, het is direct een keer voor de motor, dus alles begint gelijk mee te draaien. We draaien in de motor, de bedragingskast, de schroef, alles draait. Vanaf het moment dat krukas beweegt. Ook de riem, zeg maar, die dient voor de koelwaterpomp. Die loopt hier echter met een heel hoge brenging naar de pomp. Hier de pomp van het binnenwater. De koelvloeistof, zeg maar, en voorop die kleurpompen. Die zijn van het groene water wat het schip invoert. Nu moet hij weer naar boven komen. Ja. We zijn rond. Daar is hem. Dit kaartje is pure smeerolie. Daarmee smeren we zo dadelijk alle stortenstangen. Kom een spuitje olie erin en dat is klaar. En dit kannetje, dit is half om gasolie, half om smeerolie. Daarmee smeren we mooi alle klepstelen bovenop. Ja, het zijn twee inlaatkleppen, twee uitlaatkleppen per cilinder. Dat is een beetje bijzonder aan deze motor. Hij heeft geen turbo, geen oplading, wel twee klepjes. En ook het oude omstuurmechanisme is hier nog speciaal aan. Zoals je hier kan zien, zitten er overal van die plaatjes aan extra as. Wij verdraaien eerst, zeg maar, heel het omstuurmechanisme. We lichten de stortenstengen op. Dan gaan we netjes nokas verschuiven. Dan plaatsen we hem weer terug. Zo, net op de luchtketel openzetten. Dat is de laatste stap voor het starten. Nu staat de luchtdruk tot op de motor. En nou gaat het gebeuren. Starten moet ik boven gaan doen. Maar zo is hij vaak klaar. Varen met deze motor? Dat is wel vrij eenvoudig. Het is een oude motor, dat wel. Maar je hebt er eigenlijk buiten dat je al twee uurtjes moet gaan smeren weinig last van. Als ik dadelijk aan boord kom en ik wil gaan varen, heb je ongeveer een 10 minuutjes nodig en dat loopt. Als je alles gewoon stap achter stap doet, ja, dan ben je op 10 minuutjes draaiend.
Sinds wanneer heeft u dit schip? Sinds de zomer van 2018. En wat kunt u erover vertellen? Ja, dat het schip een formeus opknapproject is. Hij heeft jaren stilgelegen, jaren niets aan gedaan. Het schip is, om het lang verhaal kort te maken, vroeger helemaal opgeknapt. Dan is hij helemaal terug onderkomen. Ja, en nu zijn wij er terug opnieuw aan begonnen. Vertelt u iets over de historie van het schip? Wanneer is hij gebouwd? De romp is gebouwd in 1923 in Arnhem. De werf heeft een beetje een speciaal naam, de Arnhemse Stoommaatschappij noemt die. Hij heeft bouwnummertje 183 of gewoon 83, dat wil ik kwijt zijn. Maar van dit formaat schip zijn er daar wel een paar gebouwd. Die werf stond wel wat bekend voor dit modelletje te bouwen, maar helaas zijn er niet echt zusterschepen. Ze zijn vaak omgebouwd naar duwboot en achteraf al gesloopt of liggen ergens een beetje te verwaarlozen in een hoek, maar tegenwoordig van dit modelletje weinig. Op de wal of op het water als ze u tegenkomen? Over het algemeen laat ons stellen dat 80% het heel mooi vindt en altijd graag komt kijken. Er zijn natuurlijk altijd mensen en die stellen eigenlijk de vraag van: is dat nog wel veilig, zo'n oude motor? Die vraag krijg ik ook wel eens gesteld. Ook met dat direct omkeerbaar schrikken heel veel mensen. Je kan vol te slaan in gevaar en dat is best wel lachen. Je legt die motor uit, je laat hem rustig drijven en dan hoor je ze zeggen hier in Nederland: nou, Die oude schip, die stopt ermee en dan houden ze de stootwieltjes al buiten. Ja, dan ga je in gang en dan staat heel de sluis gefocust. Ja, en dan denken ze bij hun eigen: wat gebeurt er nou? Want heel veel mensen kennen het niet meer. En als je dan over het algemeen ergens aankomt en er zijn mensen die het kennen, zijn het relatief oudere schippers. Ja, dan verlie je soms wel eens een uurtje, anderhalf uurtje gebeurt ook wel eens. Gewoon puur voor filmpjes maken en foto's maken en willen ze weten hoe het werkt. En dat maakt het wel leuk, dan heb je eer van je werk. Van zo'n speedbootje die moet lukken, maar man even een golfje maken. Ja. Als ze zelf iets doen, is het niet iets verband in de glas. Ik vraag van dat speedbootje daar is op zijn marifoon aan het bezig. Die zag ik een marifoontje nemen. Komt zelf wel voorbij, die was het straks ook even golfjes aan het maken. En dan hij het zelf doet, dan mag het opeens niet, ja. Dat moeten ze niet tegen mij zeggen. Zoals nou ook, daar gaan we rond. Ja. Ik draai niet alles van vermogen, maar dat valt neus mee. Als je een beetje gaat varen, heb je wel een golf, maar dat vul hem minder tegenover het spiegeltje op zijn golf.